Hangt er nou een donut in de lucht? Is het een vrijheidsbeeld van Augie met een donut? Yo, Nintendo fans! Ik moet even iets corrigeren. Want in de comments van de laatste twee video's zeiden jullie dat deze persoon, deze rabbit, een meisje is. Dat kan je op zich ook wel een klein beetje zien. Dus ik zal niet meer hij zeggen, ik zal zij zeggen tegen Edge. En als je Mario en Edge en Rabbit Peach, ja, en deze video tof vindt, doe duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. Hangt er nou een donut in de lucht? Is het een vrijheidsbeeld van Augie met een donut? Ga naar het ruimteschip. Let's go. Hier op het Bakenstrand hebben we genoeg energie verzameld. En we gaan nu naar de Pegelpinkies. We naderen Pegelpieken. Niets verwarmt het hart en scherpt de zintuigen zoals de frisse sneeuwbuien hier. En hij wil chocolademelk en kaasfonduefeestjes in de buitenlucht. Hij is helemaal gek. Ga niet in de sneeuw en de ijs zitten. Ben je lijp? Maar de temperatuur is gedaald. Het is bevroren, duistermis, doortrokken woestenij. En het is kapot gevaarlijk. En kaasfonduepannen zijn moeilijk en schoon te krijgen. En een belangrijke oorzaak van ernstige brandwonden. Genie, jongen. Daar zijn we. Op het sneeuwplaneetje. Oh, en daar gaat het helemaal fout. Wow, die berg lijkt gewoon op een monster. En daar moeten we waarschijnlijk ook gewoon naartoe. Er moet ergens een wachter zijn, net als Augie van Bakenstrand. Maar we zien nog helemaal niemand. Maar er zit daar iets in die boom. Oké, we gaan naar die boom. Let's go. Ik ga even mijn team veranderen, want dat had ik aan jullie beloofd natuurlijk. Dan gaan we met Princess Peach, Edge en Rabbit Luigi even spelen. Gewoon omdat het kan. Let's go. Misschien kun je die kleine bevrijden als je eens goed aan de boom schudt. Is goed, man. Wat zit... Oh, daar zit een Luma in. Hallo, roze Luma. Denk ik. Oh, hey. Alles goed met jou, joh. Oh, oh. Niet niezen. Niet niezen. Wat gebeurt er? Maakt hij gewoon ijsblokken kapot? Dat is heel sick. Hallo. Nice. Ja, ik ben zo blij dat jullie me hebben gevonden. Ik heet Daisy Bell. Is het goed als ik met jullie meega? Ik kan niet echt vechten, maar ik kan wel andere dingen. Met mijn sonische krachten kan ik voorwerpen verplaatsen en soms zelfs dingen verwoesten. Kom maar gezellig mee, joh. Doe maar. Jij blij ei. Oh. Oh. Hij gaat gewoon in biepoog. We gaan deze missie doen. Ter plekke bevroren. Zo, dit ziet er wel uit als een ingewikkelde missie. Maar we moeten een gebied bereiken. Dus we hoeven niet per se alle enemies te verslaan. We moeten gewoon daar naartoe rennen. Hé, en daar is een ijsluma. Oeh, die vind ik cool. Yo, Cryotior. Oh, maar wacht even. Deze kunnen waarschijnlijk niet tegen vuur. Dus ik moet de vuurluma hebben. De Pyroster. Die geven we even aan Rabbit Luigi. En we hebben ook nog Toxinami. Nou, eigenlijk moet Toxinami moet bij Rabbit Luigi. En dan heeft Princess Peach de vuurluma. Oké, okay, ik ben heel benieuwd of deze drie het samen kunnen fixen, jongens. Peach heeft de knal la plu. Hoe verder het doel weer, des te minder schade er wordt veroorzaakt. Dus dat moeten we eigenlijk van dichtbij doen. Nou, dat is top. Kijk, die zijn alvast weg. Ik kan ook een schild doen. Teambarrière. Nice. Teamsprong. Jij gaat lekker hier naartoe, naar die buis. En dan ga je gewoon gelijk in die buis. Go, 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 go. Kijk, dan kan ik deze tackelen. En oppakken. En op zijn bakken gooien en wegrennen, wegrennen, wegrennen. Oh, hij komt niet eens achter me aan. Oeh, Rabbit Luigi heeft de tumultschijf. Lanceert één schijf die wel drie doelwitten achter elkaar kan raken. Oh, dat is nice. Dat vind ik leuk. Dit is wel een chill wapentje. Oeh, Edge moet ook even gaan helpen. Edge moet even naar Rabbit Luigi. Let's go, Edge. Edge kan hem echt keihard raken. En als ik dan stormzwaard doe, dan raak ik hem misschien nog wel een keer. Let's go, let's go. Deze moet even uit de weg geruimd worden. Oké, de vijand krijgt de beurt. Ik hoop dat dit goed gaat. Nee, niet op mij. Oh, jij kan best ver lopen, helaas. Jij kan niet tot mij komen, toch? Kijk, ze allemaal lopen. Kijk hoeveel bommen er zijn. Er zijn kapot veel bommen. Hoppakee, lekker, Edge. Oh, nee, oh, nee. Word ik nou bevroren? Betekent dat dat ik nu niet meer kan lopen? Oké, ga helpen, Peach. Let's go. Tackle deze Hank. Die is bijna kapot dan. Nice. Team Sproom. Oh, die kan misschien... Peach kan misschien bij die buis in de buurt komen. Dat zou echt heel lekker zijn. Oh, ik haal het net niet. Dan heb ik nu een probleem. Dus even kijken hoe we dit op gaan lossen. Ik ga ons wel een schild geven. Rabbit Luigi en Edge zelf. Ja, we moeten deze nu echt kapot maken. Deze moet weg, anders gaat hij me nog een keer slaan. Dat is niet de bedoeling. Oh nee! Die ontploft en die bevriest dan ook. Nu kan... Nee! Oh jawel, ik kan nog wel lopen. Ik dacht even dat ik niet meer kon lopen. Oké, tackle deze. Oppakken. Op zijn hoofd gooien.
Hot, ze vlot. Oké, let's go, Luma. Pak hem aan. Met slijm. Heerlijk. Ik weet dat ik hun niet uit hoef te schakelen, maar moeten we het toch gewoon proberen. Oké, let's go, pak hem. Hot, ze vlot. Ja, ik kan er maar eentje raken. Dus eigenlijk moeten de vijanden dicht bij elkaar in de buurt staan. Want dan is de Rabbit Luigi echt heel nice. Oké, ik heb brand nu. En hopelijk kan ik hem nu uitschakelen. Raak ik mijn matties ook? Ik ben benieuwd. Raak ik mijn matties ook als ik gewoon op hem schiet? Nee, gelukkig niet. Oké, ga weg. Nee, niet mijn ijzen. Niet mijn... Je gaat Rabbit Luigi ijzen, zeker. Oh, zo irritant. Ik kan niet doorlopen op deze manier. Eigenlijk moet ik ze dus gewoon niet verslaan. Edge, kan je alweer lopen? Ja, top. Maar niet zo ver, helaas. Ik ga dus in ieder geval deze bom tackelen. Oppakken. En die andere bom kapot maken. En die enemy ook slaan. Nice. Kunnen ze ook gewoon even opwachten. Even hergroeperen. Dat lijkt me slim. Ondertussen deze gewoon lekker schieten. Wat ze flotsie. Ja joh, ik wacht gewoon even. Oké, Edge, jij bent nu weer daar. Top. Dan ga je lekker voor die buis hier staan. En dan ga je lekker hier naar binnen zo. Ja, cool. En dan ga je vanaf hier hem zo. Hoppakee, met je zwaard. Kapot. Jij bent zo sterk. Hoppakee, je hebt lekker niemand geraakt nu. Oké, Rabbit Peach staat hier. En die gaat deze twee kapot maken. Lekker die bommetjes slopen. Ook geen enkel probleem. En Rabbit Luigi die hoppelt er lekker een beetje achteraan. Zo, tegenstanders de beurt. Die komen toch nog niet bij mij in de buurt. Kijk, wat we wel zouden kunnen proberen is naar boven vliegen hier. Ga jij in ieder geval maar even voor de teamsprong. Zo, ja, nice. Niet naar boven nog. Dan zou ik natuurlijk met Edge gewoon zo naar boven kunnen springen. Hoekie omgaan. En dan zijn we er al bijna. Lekker zijn we er. Oh, net niet. Maar de volgende beurt zijn we er sowieso. Ja, jij kan proberen wat je wil. Oh, oh nee. Nee. Nee, die guy bevriest me. Ik dacht dat ik er was. Nu moet jij gaan, Peach. Nu moet jij gaan. Maar ja, jij haalt het sowieso niet. En Rabbit Luigi gaat maar gewoon een beetje deze kant op, denk ik. Oh man, deze guy, hè. Deze guy is echt... Oh, dat was echt een heel smerig trucje. Nou, je gaat ons niet allebei bevriezen, vriend. Sterker nog... Ik ga mijn vuurluma even aanzetten. Want dan steken we hem natuurlijk in de fik. En dat is lekker, want dan gaat hij rennen. Rennen, rennen, rennen. Ja, dan ren je maar lekker die kant op. Maar we hebben hem nog niet kapot. Ja, misschien nu wel, want hij gaat hem raken. Ik bedoel, zij, sorry. Zij gaat hem raken. Lekker, Edge. Nee! Hij leeft nog. En, hij probeert Edge te slopen. Maar nu slopen we hem. Koekje van eigen deeg. En dan zijn we bij het einde voordat hij ons kan bevriezen. De smeerpijp. Oeh, we kunnen onze Sparks nu naar level 3 laten upgraden. Dat is heel nice. En we hebben nu Cryodior natuurlijk ook in ons team. En Rabbit Mario die heeft nog geen Spark. Dus hey, die gunnen we aan hem. We gaan even die van Edge naar level 3 brengen. Dan hebben we extra schild. Dat lijkt me wel heel fijn. Ja, ik denk dat we die van Mario moeten gaan upgraden. Want die boost gewoon de schade die we doen. Dus dat lijkt me heel nice. Oh jee, oh jee, oh jee. Daar is weer een enemy. Ik ga hem in zijn rug aanvallen. Tackle! Even een battle voor de XP. Zo, die is ook verslagen. Ik ga niet alle battles erin doen voor jullie. Want dan worden het zulke lange video's. Het ging op zich wel goed. Alleen Edge die heeft klappen gekregen. Dus ik denk dat Edge voor de volgende battle even uit het team moet. We moeten nu een gevecht doen. De wolf aan de deur. Oh jeetje, dit is mega. En moeten we dan iedereen verslaan of moeten we ergens naartoe? Yo, die zijn kapot veel enemies. Wie ben jij nou weer, man? Non-Fisalis. Die wil ook met ons mee. Probeer niet in de weg te staan van die enkel wolven als die kwaadzicht gebruiken. Anders word je direct neergeschoten. Dan ben je in één keer kapot. Ik ga helaas al Edge even uit mijn team doen. En Mario erin. Edge is bijna kapot, joh. Oké, we moeten dus wel echt goed verstoppen de hele tijd. Oeh, met deze knalpartij raak ik gelijk twee enemies. Kijk, dat is lekker. Hot idee. Oké, we gaan allemaal via de linkerkant. Let's go. Lekker vliegen, Mario. Ik kan hem weer net niet tackelen. Dat is jammer. Ik ga wel gelijk mijn helderzicht aanzetten. En double zapper. Twee keer op dezelfde enemy. Dan is die in ieder geval weg. Oké, Rabbit Luigi, let's go. Let's go, let's go. Wat ga jij doen? Wij gaan hier vallen naast Mario. Gaan wij even slijmen. Dat vind ik wel leuk, dat slijmen. En dan ga ik twee vijandjes raken. Helaas kan ik er niet drie raken. Oh, wel. Daarachter stond er nog één of zo. Oké, cool. Kijk hem staan daar, jongen. Kijk hem staan. Wow. Hij raakt me gewoon wel. Nu heeft hij dat ding wel aanstaan. Dus nu moet ik niet bij hem in de buurt komen, denk ik. Die wolven zijn vervelend. Maar nu... Nu mag ik niet lopen, want... Waarom loop ik? Oké, pak hem aan, hoor. Pak hem aan. Oh, ik kan net niet jou raken nu. Dit is wel een groot probleem. Hots, hots. Ik moet hem kapot maken, man. Oké, eerst Peach, eerst Peach. Let's go, Peach. Lekker vliegen. Hier naar boven vliegen. Ja, top. Heerlijk. Deze guy tackelen. Even kijken wat Mario gaat doen, hoor.
Oh, maar Rebel Luigi, die heeft echt een probleempje, hoor. De enemies die komen dichterbij. Knal paraplu! Ik kan helemaal niemand raken vanaf daar met Mario. Top. Ik denk dat ik met Peach even de barrière ga doen, zodat we wat beter beschermd zijn. Volgens mij kunnen ze nu ons geen damage doen. En ik weet niet of dat voor de hele beurt is, of dat ze, zeg maar, de eerste klap gewoon kunnen ontwijken. Oké. Oh my gosh, er staan 3 van die choppies daarboven. Dus ik moet nu de lange weg nemen. Ik moet via de achterkant gaan. Oh, oké. Peach is in ieder geval niet geraakt nu. Ik moet de teamsprong nu doen. Oh, maar dit is wel gevaarlijk. Want Rabbit Luigi is bijna dood. Ik kan jou in ieder geval wel even tackelen. Het is wel heel jammer dat ik er nu toch maar eentje kan raken. Ik denk dat ik eventjes ervoor moet zorgen dat Peach en Mario in ieder geval sterker zijn. Oh, maar die gasten die kunnen mij straks raken. Ik ga vliegen. Ik ga vliegen met Mario. Ik denk niet dat... Nee, dit heeft niet heel veel zin. Sterker nog, dit was zelfs geen goed plan. Oké, Mario. Ik hoop dat je het allemaal een beetje kan overleven. Heb jij trouwens een geluk, joh. 1 vijand hebben we gesloopt. Oh, dit gaat niet goed. Dit wordt moeilijk, jongens. Dit wordt moeilijk. Ik mis Rabbit Peach. Ik heb de healing nodig, denk ik, van Rabbit Peach. Oh. Of het valt mee. Oh, nee. Niet gaan rennen. Oh my god, waarom ren je precies daarin? Oké, Rabbit Luigi is down. Die is weg. Deze 2 enemies even kapot maken. Oh, 1 kapot maken? Niet eens kapot maken. Tackelen. Oké, die is weg. Ik ga wachten. Ik ga wachten op Peach. We moeten dit samen doen, Peach. Die vosjes die zijn wel echt heel vervelend. Maar we kunnen wel richting die buis nu. Kijk, als we in die buis gaan, dan komen we dus in hun zicht. En dan gaan ze ons schieten. Maar vanaf hier kan ik ze ook niet raken. Wat is dit voor een scam? Oké, ik ga gewoon schuilen. Ze zoeken het maar uit. Rabbit Peach, jij gaat daar niet naar binnen. En Mario, jij gaat lekker hier staan. En dan zoeken ze het maar uit. Want ik vind dit niet oké. Ik vind dit echt niet oké. Waarom kunnen jullie dat elke beurt aanzetten? Dan kan ik er toch nooit langs. Het is onmogelijk. Oh ja. Ga jij ook nog Mario even... Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ik ga niet liegen. Ik weet niet hoe ik dit op moet lossen gewoon. Misschien toch met de teambarrière. Ga er maar doorheen. Zo. Waarschijnlijk worden we nu geraakt. Oh, niet? Nee? Oh nee, want Mario werd net al hierdoor gepakt. Oké, we gaan gewoon schieten, Peach. We gaan gewoon schieten. Lekker. Ja, alleen Mario kan jou niet echt helpen daar. Oh nee. Auw. Oh ja, nee, ik had die barrière natuurlijk aan. Dat is lekker. Kijk, jij kan niet zo ver lopen. Dat is chill. Ja, jullie gaan wel weer die dingen aanzetten. Er zijn er 2 die het aanzetten. Mario komt weer niet ver. Maar ik kan wel de brandaanval aanzetten. Met deze Luma. Let's go. En dan ga ik diegene die heel dichtbij staat kapot maken. Ja, ga maar lekker tegen je enemy aanlopen. Tegen de mannetje aanlopen. Nee? Oké. Nou, dan niet. Eentje is weg. Oh, deze is kapot moeilijk. Wat een vervelende battle. Oké. Zij zijn nu allebei daar. Oh, ze hebben nu niks aangezet. Ik kan nu naar boven komen met Mario. Lekker. Let's go, Mario. Dan ga ik nu ervoor zorgen dat wij meer damage gaan doen. Met deze Luma. Let's go. Teamsprong. Ik ga naar boven. Ik ga gewoon naar boven, als het kan. Dan kan je lekker vanaf boven gaan schieten, Mario. Dat is top. Ja. Lekker. Oké. Jullie zijn klaar straks, jongens. Jullie zijn klaar. Okay, klein beetje naar voren. Nou, we gaan gewoon heel erg naar voren, trouwens. We gaan gewoon hier staan. Of we gaan hier staan. Want daar raken we ze allebei. Let's go. Eentje is kapot. Die andere gaat mij waarschijnlijk nog raken. Maar dat maakt niet uit. Want Peach kan wel een klapje hebben. Oh, jij gaat ook naar boven. Smeerpijp die je er bent. En dan ga je zeker weer dat aanzetten. Ja, dat dacht ik alweer. Oh nee. Ik bewoog met Mario. Wat stom. Het is wel klaar. Maar wat een zware battle was dit, joh. Die vosjes zijn echt heel irritant. Oh, we kunnen nu verder de berg op, gelukkig. En we hebben een nieuwe spark. En ik denk dat die heel goed is. Tegen die vosjes in ieder geval. Want de held wordt 1 beurt onzichtbaar. En kan niet direct worden aangevallen. Kijk, en dat moet je hebben tegen die vosjes natuurlijk. Want dan kunnen ze je niet zien. En dan kan je gewoon wel doorlopen en hun aanvallen. Ik ga niet liegen. Dit was de moeilijkste battle tot nu toe. Als jullie dit weer leuk vonden, knal die duimpjes omhoog als je dit niet gedaan hebt. Blijf deze serie volgen. En druk daarvoor op het abonneerknopje en op het belletje, want dan mis je geen enkele video. En dan zie ik jullie gewoon weer bij de volgende. Mazzel!